even niet zo goed in huis. De meest erg moment wat we ooit aan meegemaakt. Hé, kijk, daar zit het gaatje. En niet uit. Klein, oei, Jas. Durf je niet? Oké, we moeten de noodstop activeren. Nee. Hallo allemaal. Super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van... Familie! Kijk even uit, want het gaat even niet zo goed in huis. Want we gaan gelijk ook de video beginnen met eigenlijk iets wat, waar we heel erg van geschrokken zijn. Ik denk wel het ergste moment dat we meegemaakt. Het meest erge moment wat we ooit hebben meegemaakt. Mias liep gewoon van de trap af. Hij maakte mist af. Hij vloog van de bovenste treden zo naar beneden. Serieus, 3-4 koprollen. En dit was zo schrikkelijk. Jullie zien Mias nu niet. Ik moet wel zeggen, het gaat goed met Mias. Maar dit had zo anders kunnen aflopen. Hij had echt alles op de schouders. Want serieus, hij viel met zijn kop op de laatste treden echt zo op de grond. En hij heeft wel een dikke bult op zijn achterhoofd. En een blauwe plek een beetje begint hij te krijgen op zijn wang. Mias heeft echt oprecht een engeltje op zijn schouders gehad. Want ik dacht echt op een gegeven moment, ik ben mijn zoontje kwijt. Want ik zag gewoon bam naar beneden vallen. Sef van de bovenste trap, we gaan het even laten zien. Wacht. Ja. Zijn vriendin is hier ook. Misschien kan zij het gaan demonstreren. Misschien. Zullen we het even demonstreren? Is, ja. Hij liep zo, maar hij maakte een misstap. Hij ging echt letterlijk zo. Met zijn handen vlogen ze naar voren. Ik zag het echt gebeuren. Ja. Ik zie het nog steeds echt op. Nou, hoe gebeurt dit? Ja, zo klonk het ook. Het ergste was zo. Ik ren achter hem aan, maar hij vloog echt met zijn kop echt gewoon zo. Ah. Hij draait hier om me heen. En toen hij nog een keer kwam weer met zijn kop gewoon zo op de grond. Daarom ook als je dit ziet, echt het besef hoeveel geluk Mias heeft gehad. In ieder geval, genoeg gepraat. Wij gaan even iets heel erg leuks doen met de jongens. Want ze hebben een lekker studiedagje morgen. Jongens, tijd om te gaan. Ik heb een Oh ja, dat hebben we ook nog. Zo'n boventandje zat er sinds laatst eens los. Die zit nog steeds erin. Maar nu zijn ondertand, die staat echt op het punt om eruit te vallen. Oeh! Misschien vandaag. Nee, morgen! Oké, we houden het op morgen. Jongens, doe eens normaal met hem! Hey! Nee! Hoe gaan jullie om met die echt meiden, waar, dat jongens? Is voor mij. Dat, jullie hebben nog zoveel te doen. Oké, we zijn nog eventjes aan het rijden naar onze bestemming. Maar opeens krijgen we te horen dat Eli zijn tand eruit is. Maar is die even kijken? Kijk hem daar. Hey, kijk, daar zit het gaatje echt zo in het midden. We zijn aangekomen op de plek van bestemming. En ik zie al allemaal leuke kerstbomen en verlichting. Het ziet er zo gezellig uit. Maar kijk daar. Oh, wacht. Jij wou nog een keer laten zien, hè? Oh, zijn tandje eruit. Glijbaan. Heb jij glijbaan gezien? Ja, maar Mias, vertel eens even. Ja, van de glijbaan. Jij dacht ook dat de trap thuis een glijbaan was, of niet? Was jij van de trap gevallen, hè? Nee. Gangster, nee. Wie? Ik? Van de trap. Heel hard, hè? Nee, je ziet het nu niet goed. En hij heeft nu een beetje rode wangetjes. Maar eigenlijk heeft hij hier best wel ook een vlek gekregen. Ja. Oké, we zijn zojuist ingecheckt. We staan voor de kamer. Dus even kijken hoe hij eruit ziet. 3, 2, 1. En? Lig je aan? Hey, gezellig. Wow. Kijk dit is super schat. Ja, doe op. We hebben straks allemaal beertjes. Kijk eens. Oh, maar check dit. Dubbel staanbed. Want we hebben natuurlijk nu 3 kids. En geen babybedje meer. Debrand, Eli, Mias, Ezra. Nee. En wat gaat hier? Sowieso ligt Mias hier vandaag. Dat weten we nu al allemaal. Het is tijd om even de boel te gaan verkennen. Alleen, waar zijn de kids nou? Het is hier ook opeens super rustig. Yeah. Alleen, ik kan een heel goed trucje. Ik hoef er maar 1 ding voor te doen en dan... Poof, komt de chaos. Let op, maar 1 ding voor te doen. 3, 2, 1. Zo makkelijk gaat dat dus. Van stilte. We hebben een eerste perfecte bestemming gevonden. Mias kan niet wachten. Ben je er klaar voor? Ik zeg 3. 2, 1. Oeh. Oké. Spoed uit. 3, 2, 1. Stop. Oké, iedereen maakt de hele tijd koppels. En oh, het lukt! Hij was zo aan het struggelen. Gewoon. Oh man, met al die bult op zo'n blauwe plek. Maakt hem niet uit. Kijk, oei! Mias! Hij probeert een salto te maken. Oh, deze kleine, joh. Dat doet Eli ook echt. Maar deze kinderen, joh. Een grootste kind. Hoppa. We waren net aan het eten en een mascotte komt langs. Als iemand bang is voor een mascotte, Mias, hij begint te huilen. Kijk. Zo bang voor die mascotte. Nee. Ja, heb je nog een knuffeltje? Die pony! Kijk. Oh.
gisteren nog. Echt oprecht niet waarom hij er nog steeds zo bang is. Het maakt niet uit wie het is. Het mag slecht een big zijn. Het mag een super schattige roze beer zijn. Niels wil niks weten. Goed zo. Klaar? Mascottes. We hebben het restaurant verlaten. En ik wou zeggen, als je nu geen kerstgevoel krijgt, check dit. Oh, cadeautjes. Even kijken. Nee. Stop. Jullie snappen nog. Mia's, nee, die liggen er niet voor jou. Nee. Mia's, nee. Dit zijn sier. Mia's, nee. Hij snapt het niet. Mia's, dit is niet van ons. Hij snapt het niet. Mia's. Nee. Meneer komt er ook aan. Kijk. Kijk, die wordt er zo uitgestuurd. Kijk, die mag het heel boos worden. Kijk, die ja. Hij ligt weer goed. Kijk, niks aan het handje. Ja. Hij moet het echt gaan leren, want ik denk dat we nu een hoop bomen gaan tekenen. Oké, we gaan nu naar een hele leuke plek toe. 8, 3, 2, 1. Nee. Rustig met je hoofd, rustig. Hij is gisteren van de trap afgevallen. Je moet je heel rustig. Die hoofd is. Die hoofd. Die hoofd. Zijn hoofd is echt van zeker. Ja, dan moet je naar beneden vliegen. Als ze naar beneden. Oh ja, dat is een. Oh, Esra, kijk hier. Dit is de achtbaan waar we vandaag in gaan. We gaan gewoon vliegen. Gewoon eruit. Ik wou zeggen. Hey, we zijn aangekomen bij een indoor kermis en ik krijg de camera in mijn handen geduwd van Seren. En hij zegt, S, wacht even. Ik moet even geld gaan wisselen. We gaan het krijgen hoor. We gaan het krijgen. Laat me in de reacties achter wat jullie denken wat Seren gaat doen met het geld wat hij gaat wisselen. Op een kermis. Wat vind ik leuk om te doen op kermis? Oh, dat weet ik niet. Goed. Wat is niet goed? Ja, hier, boksbal. Die wist je vader al. Ja. Wil je in deze? Hij staat nu uit. Ik ga jullie straks laten zien hoe deze gaat. Geloof me, Mias, hier wil jij niet in. Hier wil je echt niet in. Oh, hij is buiten werking of niet? Hij is buiten gebruik. Het is mijn geluksdag vandaag. Hoe kan dat? Het is mijn geluksdag. Kijk dit. Ja, hij was zo sterk, hè. Oh. Oké, we zijn ergens aangekomen. Ben ik oprecht benieuwd. Debbie, ja? Durf jij zo meteen hier in te gaan? Het is groot genoeg. Ik mag eindelijk. Oké, dus er is nu iets. Het is nu officieel open, want om 7 uur zou alles open gaan. Maar er moet wel iemand ingaan, want anders gaat het niet. En... Kan je niet zien hoe die is? Wat, ja, wie erin? Jij bent te klein. Oké. Steen, papier, schaar, wie erin gaat? Steen, papier, schaar. Jij. Ja. Oké, ga ik echt in mijn eentje erin? Ja, jij gaat in je eentje erin. Ja, maar. Mama, Esra, Esra, Esra. Oké, Esra schuilt naar de overkant dat Eli gewoon erin mag. Debra rent die kant ook op. Bibi, kom even mee. Oké, opeens komt iedereen aangerend. Debra en Mia zijn er ook klaar. Ben jij ook lief? Ja, Eli, hè? Ben jij ook? Jij ook. Ga je ook in? Ja. Jij bent wel echt te klein, Mia. Succes, wacht op je. Oké, we hebben dit hele ding voor onszelf, jongens. Waar gaan we zitten? Hier zo? Oké. Het is heel grappig, want je zit dus eigenlijk zo. En volgens mij wordt je van achter, ja, komt zo meteen zo'n ding die je dicht maakt. Ik ben zo benieuwd hoe de kids dit gaan vinden. Klaar voor Eli? Ja! Klaar voor Debbie? Nee. Ja. Oké, we beginnen. Dit ding draait dus blijkbaar ook gewoon een beetje rond. Wow, we gaan wel een beetje alle kanten op. Oké, we gaan nu wel iets harder. Behoorlijk hard. Wow! Is die leuk? Oké, goed gekeurd. Ik moet zeggen, ik ben nu al duizelig. Let op. Woo! Wacht, kijk. Oh, bijna bij het plafond. Dit gaat echt heel hard. Wat zeg je? Durf je niet? Ben je dit echt in mij? Oh, we hebben een probleem. Seren, hij moet stoppen. Oké, we moeten weer de noodstop. Seren, stoppen. Oké, we moeten de noodstop activeren. Mia's deur. Eli durft niet meer. Eli eruit. Ja. Oké, maar hij stopt al. Oké, de noodstop is geactiveerd. Gaat het? Oh, was iets te enthousiast. Gaat het, liefie?
En jij, hoe vond jij het? Leuk. Was wel leuk, hè? Hey, op weg gingen jullie allebei. Ja, hij ging echt helemaal tot hoog. Ik denk dat het nog iets te heftig was voor Eli. Hey, Eli is bezig met traumaverwerking. Hij is even aan het kijken hoe hij dus gaat. Maar kijk, hij gaat dus echt behoorlijk hoog. En dan draait hij dus. Ik snap wel dat hij het een beetje spannend vindt. Wow, kijk dit. Wow! Hij draait echt hard. Jimmy, als ik vraag, zou nog één keer, wil je hierin? Nee, dacht ik. Kijk. Oh, nu valt nog mee. Net was hij echt kaarsrecht. Maar hij gaat ook gewoon op zijn kop hangen, hè? Hij hing net kaarsrecht, zeg maar, op zijn kop, inderdaad. Dat zie je. Nee, dit kun je volgende attractie. Kijk, ze zitten. Kijk, hoe hoog gaat hij? Nou, oké. Ik zag ze ook. Oké, nu met handen los. Handjes omhoog. Handjes liggen, allebei. Jij ook. Kijk. Handen omhoog houden, Dat kan wel, jullie niet. Hé, hey, lekker Debbie. Oké, jongens, hebben smaak goed te pakken. Ze gaan in deze Octopus, de attractie waar ze ook nog nooit zijn in geweest. Ik hoop dat het goed gaat en we geen noodstop hoeven in te drukken. Eli, blijf je tot het einde zitten? Nee, zegt hij. Oké, daar gaan ze. Nu nog stoer, het was net ook. Ik ben zo benieuwd of Eli het volhoudt. En we gaan lekker draaien. Oké, we gaan. Hij draait super hard. Waar zijn ze? Oh, en dan gaan ze. We zijn weg. En ik hoor Eli gillen. A few moments later. De noodstop is weer geactiveerd. Oh, jongens. Waarom hebben jullie dat weer gedaan, jongens? Waarom zijn jullie zo bang? Oké, grapje. Het is gewoon het einde van de attractie. Ze hebben het hele ritje afgemaakt. Denk het goed? Oké. Ja, hypersluiterbak. Even ook weten. Debbie, hoe was die? Is dit goed voor je? Is dit goed voor je? Wat dan? Misselijk. Nog een keer. Jij bent nog nergens in geweest. Nog een keer. Ga maar naar papa. Potsauto's. It is. We zijn ergens aangekomen waar Debbie, Eli en ik alle drie zo zouden in willen. Alleen Mimi. Ja, we willen zelf gaan, maar hij maakt niet uit. Oké, wel weer het pedaal. Oké, let's go. Niet achteruit rijden. Niet in op. Go, let's go. Oké, ik ga even Eli zoeken. Waar is Eli? Eli is hier. 1, 2, 3. Ah, sorry Eli. Oké, waar is Debbie? Oké, Debbie is hier. 1, 2, hoppa. Eli, gaat het? Ja, goed zo. Oké, dan gaan we iemand aanpakken die Eli heeft aangepakt. Oh, lekker wat. Wie gaan we aanpakken? Oh. Super stoer. Eli die zit te lachen, die zit te rijden. Ook een bumpje iedereen. Eli, is het goed hoor? Ja, goed. Allee, jij ook. Oh, ik heb u. Oké, we zijn al een aantal rondes verder. Nu zit die Serra en we hadden er nog één. Maar Eli mag gewoon even hier het apparaatje besturen. Weet wat is? Wow! Deze. Attentie! Blijf hier zitten tijdens de rit. Oké, Seran, hoe staat het ervoor? Hoeveel heb je er al gebeukt? Volgens mij een aantal tot bijna huilend stoel. Seran kan zo hard botsen met die dingen. Niet normaal. Maar volgens mij, even nieuwe ronde. Volgens mij mag jij hem zo aanzetten, hè, Eli? Oeh, kijk dit. Vindt hij leuk, hoor. Oké, hij gaat aan. Deze? Attentie, papa. Blijf er zitten. Tijdens de rit. Attentie. Wel 9. Oh, daar. Oké, daar gaat ze. Goed gedaan, Eli. Oké, het is tijd voor een andere leuke bezigheid. We gaan de echte Fortnite doen, Debbie. We gaan vingertjes eraan schieten. Ja. Wil je dat doen? Ik om 5 vingers te schieten, dan heb je prijs. Eens even kijken of dat gaat lukken. Oh, daar hebben we er eentje. Oké, shot van Mias. Ah, staat er niks van, kijk. Voor jullie papa, ja? Oké, jammer genoeg, geen prijs. Jongens, gaan even proberen een prijs te winnen met blik gooien. Oké, alle ballen liggen klaar. Zijn er klaar voor? Oh, Debbie! Ja! Lekker, Debbie! Kom op, Eli. Oh, hier, Eli.
Eli, voor Eli. Oh, ook bijna, ook bijna. Nog meer ballen? Kom op. Hier. Kom op. Hier. Kom op, Eli. Oh, bijna. Ik ben lege handen naar huis. We hebben nog een prijsje gewonnen. We hebben een piratenoog gewonnen. Nog een piratenoog. En Mias, kom eens even hier. Wat heeft de Rana jou gegeven? Waarom ben je zo hard? Stop. Kijk dit. Kijk het schattige piranha knuffeltje. Kijk eens naar mij, Mias. Doe eens je enge gezicht. Het is tijd om een potje te gaan bowlen. Ine, ben je er klaar voor? Wordt het wat lastiger, want we kunnen hier dus geen zijkantjes doen. De eerste 10 punten zijn voor Ine. We gaan even kijken of Debrand er wel wat beter vanaf brengt. 3, 2, 1. Heel aan de kant. Aan de kant, ruimte voor Debrand, ruimte. Nog eentje aan de zijkant van de baan. Daar komt Piraat 1 oog. Zelf. Oké, zelf. Oké, 1, 2. Ja! En, oh. Wat? En die gaat ook heel mooi naast. Oké, Sarah, laat even zien hoe het moet. Wacht. Wat? Ook ernaast! Nee! Ik weet niet of ik hier moet staan, want Essa die gaat gooien. Oké, Essa, laat zien hoe het moet. Kom maar. Wat? Wat? Oh! Oh! Die van jou. A few moments later. Maar uiteindelijk hebben we toch wel wat kegels erbij gegooid. En wie heeft gewonnen? Wie heeft er gewonnen? Jij. Oké, we zijn aangekomen hier in onze kamer en er gaat iets heel bijzonders gebeuren. Want Eli, die mag voor het eerst in zijn leven zijn tand onder de kussen leggen. Maar er is eerst vraag. Waar ga jij slapen? We moeten bed uitkiezen. Waar ga jij slapen? Ga je boven liggen? Oké. Dus hieronder ga je het leggen. Alleen hij zei tegen mij, van de tandenvee heeft toch geen sleutel of iets? Hoe komt hij hier binnen? Ja, dat is magie. Dat is het geheim van de vee. De geheim van de vee. Ik weet het nou. Dus hier heb je zelf sleutel. Gaat ook door. Maar ik denk dat hij misschien door de sleutelgat gaat. Wat is er nou? Oh, oh. Wacht, we hebben een groot probleem. Wat is aan de hand? Wat is aan de hand? Oh. Ja, jij gaat vandaag hier slapen? Mooi, mama en papa kunnen lekker slapen hier. Oké, mooi. Nou, dan gaan we ook gelijk de video afsluiten. Willen jullie bedanken voor het kijken? Dan zeg maar abonneer en tot de volgende keer. Doei!